geef lokale plannen prioriteit. Wij stellen voor, EVB stelt voor dat bij het opstellen van de begroting lokale plannen en wensen, indien dat mogelijk is, hè, dus niet als we gebonden zijn aan wetten of regelgeving, maar indien dat mogelijk is, dat die prioriteit krijgen ten opzichte van wensen en plannen die voortkomen uit landelijke planvorming. Ons argument daarvoor is, hiermee wordt voorkomen dat het nieuwe college allerhande maatschappelijk partners straks teleur moet stellen vanwege vermeend geldgebrek. Er is namelijk best geld, het is alleen een kwestie van hoe je het verdeelt. Dus het geld dat het kabinet beschikbaar heeft gesteld via het IBP, het interbestuurlijk programma, dat is best wel wat geld. Dat zit ook in deze voorjaarsnota. Dat loopt in de miljoenen en het is grotendeels, of deels in ieder geval, vrij besteedbaar. En dus een politieke keuze hoe je dat wil uitgeven. En ons voorstel is, laten we een kader opnemen, lokaal, bovenlandelijk, waar dat kan. Zodat we in ieder geval zeker weten dat de onderwerpen waarover we gemeenteraadsverkiezingen hebben gevoerd, lokale onderwerpen, dat die prioriteit krijgen boven zeg maar landelijke plannetjes. En wij rekenen dan ook op steun van alle lokale partijen hier vanavond. Voorzitter.